Op 7 oktober lanceerden de Amsterdam Lowlanders hun nieuwe kalender tijdens Bare Necessity in Panama, Amsterdam. Kalender is heel belangrijk voor ons, omdat het voor ons een middel is om financiële middelen aan te trekken om onze club sowieso te laten bestaan. En om daarmee ook door het hele jaar heen ook andere initiatieven binnen onze gemeenschap en sport te kunnen bekostigen. Bepaalde initiatieven die we bijvoorbeeld gedaan hebben zijn de Vluchtelingendag. Dat is gewoon puur bedoeld om gewoon mensen zeg maar, echt een vrije dag te geven om sociaal contact op te bouwen. Te zien hoe het gaat bij Nederlandse gayverenigingen met, qua sport. En het is eigenlijk een succes geworden. Want vorig jaar hebben we een tweede editie gehad. En de derde editie zit alweer in de maak. Dus daar zijn we ontzettend trots op dat we dat soort dingen kunnen doen. De kalender werd uitgereikt aan Mr. Gay Nederland. Rugby is mijn favoriete sport omdat het een hele pure sport is. Heel respectvol. Het gaat om respect, een goed spel. Mensen luisteren nog naar een scheids. Ook het publiek is respectvol naar elkaar. En er wordt echt een, het is echt een stevig spel. Het is een harde sport. Maar mensen zijn heel lief naar elkaar. Ook teams tegen elkaar buiten de wedstrijd om. Nou, het is voor mij heel belangrijk dat je ziet dat een club zoals de Lowlanders zich zo inzet voor diversiteit en voor iedereen in de gemeenschap. En niet alleen voor de usual suspects, maar voor de hele breedte. En deze kalender Connect laat de diversiteit zien van eigenlijk iedereen die ze willen bereiken. En dat vind ik zo mooi dat ze zich daarvoor inzetten. Op de kalender staan ook internationale rugbyers. I'm still trying to avoid looking at the picture. I'm pretty sure I can get through the entire month of December without looking at a calendar. But they look very professional. Ik vond het passeren heel spannend, omdat je staat daar toch in het Vondelpark in mijn geval. Er komen allemaal mensen op je af. Het is niet echt een locatie waar je in je uppie staat. Dus, als je eenmaal bezig bent, is gewoon gaan met die banaan. Je gaat die bruggen af in mijn geval. En het is gewoon doen. En binnen een minuut ben je vergeten dat je naakt bent. When I arrived at the shoot first, I had no idea why I was doing it. And really thought, maybe I'll just miss the train stop. Who'll miss me? Mijn moeder die vond het wel grappig, mijn vader die boeide het niet zoveel. Ik vertel het aan mijn hele familie aan de tafel en mijn oma die is 90 jaar en die werd zelfs een beetje boos. Die vond dat echt niet oké, maar interesseert me geen zak weer. Ja. Voor de rest blijft een lieve vrouw, ik hou van haar hoor. Maar, ja, de kalender is te koop via de website van de Lowlanders en te winnen via oud.tv.